Ik ging eens op vakantie naar China met mijn broertje en mijn zusje, met mijn pa en ma. Ik moest een beetje hoesten en wat doe je dan? Even naar het ziekenhuis in Wuhan. De dokter zei, dit heb ik meer gezien. U bent besmet met COVID-19. Ik zei, hey en ho, ik zei, wat is dat? U kent het virus ook als corona. Zo'n ziekte is besmettelijk, daarom snap je. Loop ik rond met zo'n wit mondkapje. Als je ziek bent, kan je beter binnen blijven. Je handen wassen en met gel inwrijven. En niezen doe je beter in je elleboog. Zo vliegen de bacillen niet meters hoog. Dat doen we allemaal voor de hygiëne. Want het is best saai zo in quarantaine. Mijn vrienden en ik hebben er iets op gevonden. We gaan de wereld redden, als wij toch niet bestonden. Knuffels en kussen kan je best vermijden. En ook met handjes schudden kan je virussen verspreiden. Dus geef elkaar geen box en geen high five. Zo hou je dat coronavirus uit je lijf. Je mag elkaar nog steeds begroeten. Maar doe het net als wij, met onze voet. Doe de voetshake, doe de voetshake, doe de voetshake. Doe de voetshake, doe de voetshake. Mana, oh ja. Doe de voetshake, doe de voetshake, doe de voetshake. De voetshake tegen corona. Doe de voetshake, doe de voetshake, doe de voetshake. Doe de voetshake, doe de voetshake, mana. Doe de voetshake, doe de voetshake, doe de voetshake. De voetshake tegen corona.